de mensen, het eerste wat mensen deden was de brandhaard en de hitte. Als je nagaat dat zo'n atoombom, dat die geloof ik van 5000 graden hitte produceert en alles vernietigt op zijn weg, dan weet je wel dat alles compleet weg was gevaagd. Maar Nagasaki geloof ik 3 dagen en 3 nachten volledig in brand gestaan. Want toen had je natuurlijk heel veel houten huizen in die periode. Dus stond 3 dagen en 3 nachten gewoon compleet in brand. En het eerste wat zij deden was natuurlijk kijken waar ze naartoe konden vluchten. En het kamp stond vlak bij de heuvels. En hij is met de mensen die nog leefden, is hij de heuvels ingevlucht. En onderweg kwam hij een oud vrouwtje tegen, die zwaar gewond was, een Japans vrouwtje. Die heeft die notabene nog mee op zijn rug genomen. En achter de heuvels, weg van de brandhaarden, daar hebben ze uiteindelijk zijn ze verzameld. En, maar hij heeft dan wel al die verschrikkingen meegemaakt.